Soms gaan veranderingen in een landschap zo geleidelijk dat je ze niet eens opmerkt. Bij gletsjers is vaak iets soortgelijks aan de hand. Alleen zijn we ons heel vaak niet bewust van zulke veranderingen. De huidige gletsjerrestanten zijn het nieuwe normaal geworden. Het shifting baseline syndroom noemen wetenschappers dat. Elke generatie loopt het risico om de huidige situatie als het nieuwe normaal te zien, zonder te weten wat er verdwenen of veranderd is. Juist daarom zijn kunstwerken zoals deze van Jacob Coetzensteenszen zo belangrijk. Om ons te laten ervaren hoe het ooit was en om ons niet te laten misleiden door de shifting baselines om ons heen.